Ja, Bastiaan, ben je er klaar voor? Want nu moet je het zonder kok doen. Dus nu moet je ons gaan verrassen. Ja, zeker, hè. Laat ik zeggen, hè. De pizza touch hebben we al gehad. En ik ben aan het genieten van deze die we hier hebben staan. Dat is de Coda 16 die we hebben. En dat is een gasvariant. En we gaan er geen pizza in bereiden, want die hebben we al voorbij zien komen. We gaan een flame grilled ribeye maken met gegrilde groenten erbij. Ja, Bastiaan, zoals ik al zei, hè, geen pizzakok vandaag erbij. Nee. Jij gaat het doen, jij gaat ons verrassen, maar als ik het zo zie, dan gaan denk we goed, ik, nou, kijken, man. Kijk eens even. Mooie ribeyes, goede marmerin, lekker vetje erbij. Dus als het eventueel niet lekker zou zijn, kan ik me niet voorstellen, ligt het niet aan de ribeye. Maar jij gaat toch pizza maken? Nee. Oh. Ja, zoals ik al zei, hè, we gaan heerlijk lekker die ribs bereiden in de pizzaoven. En dat doen we in de... Oh, dus dat kan ook allemaal gewoon? Ja, zeker. Dat is leuk. Dat wil ik ook laten zien. Hè. Pizza op geweldig voor pizza's. Hè. Het gaat supersnel, zoals jullie hebben gezien. Maar steaks gaan er ook heerlijk in. En dat gaan we doen. Flame grilled. Ik ben heel benieuwd. Yes. Maar voor het zover is, maken we eerst even een rupje. Ik heb hier bruine suiker. Oh, ja. Dan hebben we hier Italiaanse kruiden. En zeg maar, als je de verhouding wil weten, dan... dat is leuk. Dus, weet je wat? Dan bereiden we het voor en zeggen ze, nou, weet je wat, dan doen we dit alvast erin en dan pak je die bakjes en dan giet je het heel makkelijk erbij. Nou, dat gaat dus makkelijk. Nou, zijn mooi te klooien hier weer. Nou goed, maar dit is Italiaanse kruiden. Je gooit er een beetje, beetje naast, hè? Maar het gaat toch goed. Wat vinden we van de techniek? Ja, een goede techniek. Eigenlijk moet je zo'n een trechter hebben. Een trechtertje, hè? Ja. Ja. Gelukkig eten we het zelf allemaal op. Zout, knoflook. Ja. Maar dat ziet er al mooi uit, een soort helemaal basisschoolgevoel krijg ik nu weer. Oh, grappig. Ja, hè? Hadden jullie dat ook vroeger, kruidenmengelschool? Nee, dat met zand deden we dat. Ja, 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 precies. Ja. En dan is het shake it up, baby. En dan baby krijg je een heel apart kleurtje nu. Ja, nou, dan gaan we even kijken of dat dan ook zo is. Nou. Het is niet je schoolervaring. Het is niet mijn schoolervaring meer. Nou, ik vind hem wel mooi. De rub die we straks nodig hebben. En nu lekker inruppen? Lekker, nee, dat deed natuurlijk. Ja. Ja. Ja, zo makkelijk ben ik te foppen. Nee, hè? Kijk. Ja, lekker hoor. Ja? Nou, zo. Oh, ik heb de steaks trouwens een uurtje van tevoren uit de koeling gehaald. Nou, Bastiaan, mooie laag erop. Ja. En nu? Richting de Oni. Hij gaat in de Oni. Nou, wat je al ziet, hè, mooi, hè, die L-vormige shape van de vlammen. Dat is heel bijzonder aan deze oven en het mooie is dat je ook dan in die hoek goed kan bakken. Ja. Dus wil je veel temperatuur hebben, duw in die hoek. En dat is natuurlijk bij pizza's heel erg prettig, maar ook voor je vlees. Ik heb hier de skillet. Daar gaat een heel klein beetje olie in, want we gaan straks nog wat anders lekkers toevoegen. Oh, moet je niet die pan eerst in de olie zetten? Dat zou je denken, hè, dat je hem wat voorverwarmt, maar dat doen wij niet. Gewoon in de koude pan? Gewoon in de koude pan, het is, want de steek is al wat dikker en we zitten best wel op hoge temperatuur. Dus als ik hem eerst in een koude pan doe, dan komt hij rustig op temperatuur en dan kan hij lekker garen. Oh. Zonder dat er gekke dingen gebeuren. Het is wel mooi, hè? Ik vind het nu al mooi. Ja, het ziet er al mooi uit. En dit schuif je gewoon nu zo in de oven? En dan in de hoek van die L-vormige gasbrander daar. En dan laten we gaan en dan wachten we af voor stap 2, want oei. Ja, Bastiaan, hoeveel minuten zijn we nu ongeveer verder? Een minuutje of 6, 7. Toch wel, ja. Kijk. Ja, we zagen net al mooi bubbelen, hè, ook zo. Gaaf, hè? Zo, dat gaat wel goed. Mooi, hè? Dus dan draai je hem even om. Oh, dit ziet er echt zo mooi uit. Nou, ja, stap 2 is voor langs. Dat is de boter. Oh, die heb ik daar liggen. Lekker erop. Maar dat gaat goed in zo'n, ik heb het nog niet geproefd, maar het ziet er in ieder geval al het ziet er op zich goed uit, hè? Ja, precies. Precies, die daar en dan in een pizza oven. En dan zo, lekker die rozemarijn. En dan gaat hij weer de oven. Terug erin. En hoe lang gaat hij er nu in? Ja, nu gaan we gewoon tot gewenste kerntemperatuur en dat is 52 graden. Oké. Dan zijn we happy. Nou, Bas, dat ging mooi snel. Ja, kijk. Zo, lekker knoflook dat toegevoegd. Precies. Toen we stopten met filmen, toen dachten we, hey, knoflook. Hey, knoflook moet er nog in. Dus wat we doen,
deze even eruit. Ja. Maar het is toch mooi hoe dat werkt in zo'n pizza-oven, hè? Geweldig, hè? Dat je gewoon dit soort mooie producten ook kan bereiden. Kan bereiden, en wat we nu doen, is eigenlijk deze erin. Lekker in de jus. Die ernaast. Lekker asperges. Asperges, groene asperges. En die gaan we even terug totdat ze gaar zijn. Oké, en ondertussen rusten de stukjes vlees. Wat een ontzettend lekker mooi bordje weer zo, hè? Plaatje. Mooie gegrild tomaatjes, knoflookje erbij, asperges en die heerlijke ribeye. En dat uit de Caro 16, die gasvariant met die mooie L-shaped vlam in de achterkant voor een mooi resultaat eventueel voor je pizza's, maar ook voor je steak. Dus wat dat betreft kan je er heerlijk mee aan de slag. Ik vind het bordje mooi, maar ik ook even weer proeven. Ja, ik heb stiekem het al even geproefd. Ik wou zeggen, ik mis een stukje. Ja, ik heb al een stukje gepakt. Maar als je ook even niet kijkt, dan ja, dan grijp ik mijn kans. Maar het is echt heerlijk. Mm. Goed, hè? Ah, lekker. Maar het mooie is, we hebben dat rupje gemaakt, deze. En die basterdsuiker geeft een heel mooi zoetje eraan. Die knoflook, Italiaanse kruiden. Ja, ik vind het een topper. Dus lekker aan de slag gaan thuis met de Flame Grilled Ribeye. En wil je wat meer weten over de pizza, over de Oni Coda 16 die we hebben staan? Kijk even op oni.com, daar vind je alle informatie met ook al zijn andere broertjes en zusjes die er zijn. Heel veel plezier gewenst en tot de volgende. En abonneer op het kanaal, mag natuurlijk altijd.